stapeltje, maar zo de moeite waard. Oh, dat was ik vergeten. Top, 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 top. Chef Mike. Goedemorgen jongens. Het is net 6 uur geweest. Zoals je misschien ziet, heb ik ook de hele nacht niet geslapen. We zitten op Schiphol en ik ga naar Londen toe. Want mijn broertje die gaat daar voor een paar maanden wonen. Dus dachten we, laten we er gelijk een leuk tripje van maken dat ik hem wegbreng. Dus vandaar dat ik echt voor 24 uur even op en neer ga naar Londen. Want daarna moet ik gewoon weer werken. En het is januari, dus ik dacht, ik doe even mee met de trend. Ik ben totaal niet van voornemens. En mijn vrienden denken nu waarschijnlijk, Maud, wat is dit? Maar don't worry guys, ik heb net nog een donut gegeten. Dus ja jongens, ik ga jullie meenemen naar 24 uur in Londen. Ik heb er zelf ook een paar jaar geleden, een paar maanden gewoond. Heel erg zin om terug te gaan naar mijn stadje. Maar Londen is natuurlijk heel groot, dus we gaan echt een klein deel van Londen doen. Want we hebben maar heel korte tijd. En dan ga ik je even mijn favo plekjes van in ieder geval die buurt zien. Ik denk dat we naar Notting Hill gaan, vooral het westen van Londen gaan we doen. Dus daar heb ik enorm veel zin in. Nou, we zijn aangekomen in Londen en we zijn nu in een van mijn favoriete buurtjes in Londen, Notting Hill. Ken je waarschijnlijk natuurlijk allemaal van de film, maar als je in Londen bent geweest, ben je waarschijnlijk hier ook al geweest. En we gaan nu even ontbijten bij Electric Diner. Dan kom ik altijd heel graag, want daarnaast, dat is echt een must, we hebben nu geen tijd, maar ga zeker als je tijd hebt, een cinema. Maar die is echt next level. Er zitten ook in Shoreditch. Maar de vetter is toch wel hier in Notting Hill. Het is echt zo'n authentieke cinema. En dat is gewoon heerlijk voor als je even een avondje. Of zoals nu misschien wel een zondagochtend. Bonjour. Of als je hier gewoon lekker een ochtendje een beetje wil wakker worden in de bios. En nu gaan we even hier nog door Portobello Road straks lopen. En dan gaan we denk ik weer door naar een ander buurtje. Het wordt echt allemaal heel snel vandaag. Aangekomen in zeker wel een van mijn favoriete straatjes in Londen, sowieso Westbourne Grove. Waarom? Hier heb je te gekke leuke boutiquejes, maar daarnaast ook hele leuke tentjes om te eten, zoals Granger & Co. Altijd wel echt een bizar lange rij, dus je moet wel op tijd komen. En 202, dat is wel een stiekem mijn favo, want het is super lekker gezond eten voor de lunch of voor ontbijt, maar dus ook een hele leuke concept store. Daar. Dus zeker echt wel een aanrader. Het is een zijstraat van Portobello Road. Dus zeker niet te missen als je dan toch in dat ding al bent om hier toch eventjes te komen. Oké, jongens. Daar. Oh my god, ik durf eigenlijk niet te filmen. Ik voel me echt heel slecht nu. Maar daar loopt Brooklyn Beckham. En ik heb er net gegeten. Ik voelde me echt even een geek, maar het was gewoon Brooklyn Beckham. Ik heb een poosje in Londen gewoond, een paar jaar geleden. En dat was voor mijn minor. En dus gingen we net eventjes langs mijn oude uni. En we zijn nu in de buurt van mijn oude uni. En dat heet Marylebone High Street. En dat is ook weer een beetje hetzelfde idee als waar we net zijn geweest. Gezellig, leuke boutiquejes, leuke etentjes. Ik kom zelf altijd vroeger bij Coco Momo. Gewoon ook weer heel gezellig. Dus als je dan toch ook weer in de buurt bent en een beetje datzelfde gezellige knusse idee wilt. Oh, dat was ik vergeten. Dat klopt. Er is hier in zo'n zijstraat op Moxon Street een markt. Kom, gaan we even overheen. Was ik vergeten. Daar heb je ook hele leuke delicatessenzaakjes. En volgens mij is het nu de markt, als ik het goed heb. Heerlijk gegeten bij Chiltern Firehouse en dat is echt een must. Het is zo'n hotspot, je moet echt geluk hebben met een tafeltje, maar zo de moeite waard. En nu gaan we weer door, zijn we in een ander buurtje, zijn we in de Sloane Square. Dan gaan we even een koffietje drinken bij Colbert.
Goedenavond jongens. Laat waar we gebleven was dat we in Colbert even nog heerlijk bij de bar een drankje hadden gedaan. Ik weet niet of ik echt erover had verteld, maar dat is echt een beetje alsof je in het oude Parijs komt. Het sfeertje is leuk, de mensen zijn top gekleed en je kan het echt de hele dag van ontbijt tot avondeten, alles. En toen zijn we daarna naar het hotel gegaan, even opgefrist en nu zijn we in Soho. Andere buurtje van vandaag, die we even van de lijst op kunnen vinden. En we zijn nu bij Ceviche, een Peruaans tentje waar ik eigenlijk altijd kom als ik in Londen ben probeer te komen. Waar je gewoon echt heel lekker op taal, maar echt een goede Peruaanse eten kan doen. Goed Peruaanse eten. En ook gewoon heel betaalbaar, mega lekker en een pisco sour. Is echt top. Dus die moet je ook zeker nemen. En hun ceviche en alles, ja. Top. Top, top, top. Dus hierna gaan we nog even een koffietje doen. Hiernaast zit een paar deur verder zit een Italiaans steekje waar ik altijd hiernaast een koffietje ga doen. En dan misschien nog maar even de pub binnen. Ja, we zijn nu toch in Londen, dus laten we maar doen. Bij Balthazar, bij Covent Garden. In Covent Garden is ook echt super gezellig. Daar heb je allemaal hele leuke, soort van overdekt, lekker Covent Garden uitkijken. In ieder geval hele leuke zeggen winkeltjes en eetentjes. Ja, een soort markt, maar dan tof met echt tof winkels. Overkuip overdekt met allemaal winkels. Overkuip overdekt. Nee, ik weet niet, maar het is in ieder geval heel erg leuk. Dit is weer een fantastische uitleg. Ik heb net pancakes besteld. En dan krijg je er 3. Hier. Wat krijg je aan maple syrup? Dit. Hoe ga ik dit met 3? Ik kan hier letterlijk 1 pancake mee bedekken. Dus ik ga straks even extra vragen. Ik heb pakje nummer 2 vraag. Jongens. Hoeveel is meer? Dit is niet op. Waarvan ik de naam even niet meer weet. Maar daar ben ik wel vaker geweest. Zo'n klein Italiaantje. Vier leuk lunchen, avondeten. En nu loop ik samen met de Bratta. We hebben hem net geïnstalleerd in zijn huisje. Loop ik naar het station. Want ik moet er weer vliegen. Richting Amsterdam. Dus het was echt één nachtje Londen. Maar wel veel gedaan. Voor de tijd die we hadden. Veel biertjes, veel gegeten, gedronken. Dus het was echt top. Kun je ermee zitten in de komende 3 maanden? Zeker. Mooie tijd gemaakt. Kom je nog even een keertje opzoeken. Voor je verjaardag trouwens. Voor mij is je jarig. Dus dan kom ik zeker even buurten. Dus zie ik jou sowieso weer terug. Gezellig. Dankjewel voor het kijken jongens. En tot de volgende. Bye.